De SP gaat een motie van wantrouwen indienen tegen gedeputeerde Marc Calon. Dit vanwege de gang van zaken omtrent de Blauwe Stad. Er is sprake van een overschrijding van 5 miljoen van het budget voor de Blauwe Stad. En de motie van wantrouwen wordt gesteund door de Partij voor het Noorden. De Partij voor het Noorden die is van mening dat er heel veel fout is gegaan en dat een motie van wantrouwen niet zo'n raar idee is. Dus als die wordt ingediend morgen in het debat, dan heeft die naar alle waarschijnlijkheid onze steun. En waarom wordt de motie precies ingediend? De motie wordt ingediend vanwege de wijze waarop Calon omgegaan is met het hele Blauwe Stadsproject, met name de afgelopen periode. En dat gaat dan om twee dingen eigenlijk. Dat is de kwestie van de uittreding van particulieren. Bouwers die mee zouden doen aan dat project, die zijn eruit gestapt. Er is er één overgebleven. Niet duidelijk was welke verplichtingen daardoor bij wie kwamen te liggen. Het was een hele onduidelijke zaak. Calon heeft aangegeven dat hij niet goed daarin heeft geopereerd, niet goed scherp is geweest. En dat dat dus, maar dat naar zijn idee het wel goed zat. Nou, dat lijkt achteraf ook wel het geval te zijn. Maar veel ernstiger vinden wij dat de kwestie van de kredieten die door de provinciale staten zijn vrijgemaakt voor dit project zijn overschreden zonder dat daar überhaupt iets over is gezegd. Nou, dat is een affront van het college tegenover de provinciale staten. Hij gaat onhandig om met deze zaak, vind ik, en dat doet veel schade aan het hele project. Ook was er onduidelijkheid over de contracten van twee aannemers. Hierover kon Calon in eerste instantie geen opheldering verschaffen. Als je nu kijkt naar de kwestie van de contracten, dan zeg ik achteraf, dus met de kennis van nu, dat het beter was geweest dat ik die contracten eerder had opgevraagd. Of ik ze dan had gekregen, is zeer twijfelachtig natuurlijk. En in de tweede plaats, het was beter geweest dat ik de Staten eerder had geïnformeerd dat wij twijfels hebben of dat wel goed geregeld is in die contracten. En dat zijn twee dingen waarvan ik zelf vind dat ik die beter had kunnen doen. En er komt nu een motie van wantrouwen. Vindt u het zelf een goede reden om eventueel op te stappen? Nee, ik ga morgen dat debat vol vertrouwen in. En het debat met de Staten, dat voer ik in de Staten en niet via de camera. Dus u bent niet van plan weg te gaan? Nou, ik ben van plan om dat debat in te gaan en mijn beleid ten volle te verdedigen. En ik hoop dat de Staten aan het eind van de dag voldoende vertrouwen in mij hebben. Morgen zal blijken of gedeputeerde Calon zijn hoofd boven water weet te houden.